Henk, waar bouw je nou het meest van? Uiteraard de nederlaag. Dat is altijd hetgene wat uh, na een wedstrijden overheerst, hè? Een overwinning of een nederlaag. En dus in dit geval een nederlaag. Ja. En wat heeft nou het, het echte verschil gemaakt vandaag? Uh, een vroege tegengoal. Dat gooit een beetje alles uh, zeg maar in de war, omdat je dan uh, 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 al een andere manier de wedstrijd speelt, terwijl je denk ik behoorlijk begon. Uh, de intentie zag je denk ik wel dat wij je uh, uh, kan je niet ontkennen, het gevoel hebben dat we iets goed moeten maken naar onze supporters, naar iedereen die Utrecht uh, een warm hart uh, toedraagt. En zo stapten we de wedstrijd in. We wilden er een strijd ervan maken. En, uh, en de vroege tegengoal ja, gooit dat wel in de war. Ja. Als je kijkt naar de, de tegengoals, de twee in de eerste helft wel te verstaan, uh, ja, viel je jouw mannen daar heel veel te verwijten. Als je kijkt individueel gezien. Ja, ik haat het om goals tegen te krijgen vanuit spelhervattingen. Dus met name de eerste die zit me wel dwars. Uh, de tweede uh, gaat er ook iets aan vooraf wat beter moet in onze ploeg. We houden voorin de bal niet genoeg vast. En daar vandaan doen zij wisselen. Je kan de voorzitter niet uithalen. Kan je daar wat meer doen? Dat denk ik wel. En voor het goal, dat is wel pittig hoor. Zeker tegenover iemand als Bobby, fysiek heel sterk. Dus in het voortraject ja, zijn er wel een aantal dingen die er beter moeten. Maar ik baal meer van de eerste dan, uh, dan van de tweede goal. De tweede goal valt gewoon vervelend. is dus Vlak voor rust. En dan weet je dat. Uh, dat een ploeg als Ajax dat in principe wel kan uitspelen. Ja. Je weet ook dat als je tegen Ajax speelt, dat, dat het niet over gaat lopen van de kansen, meestal uh, die je creëert. Vandaag was dat ja, best wel broos toch? Waar zat dat in? In de, de paas voor de eindpaas. Ik denk dat we namelijk uh, misschien één mogelijkheid minder hadden dan Ajax. Maar het zit hem in de kwaliteit. Het zit hem in de kwaliteit en de kwaliteit met name in de paas voor de eindpaas, die ging bij ons al mis. Dus dan kom je niet tot een fatsoenlijk schot op goal. Dus dat is ook een terechte uh, conclusie. En, uh, maar dat zij er twee maken is ook eentje boven uh, het gemiddelde wat normaal gesproken zou gebeuren. Dus uh, het was zo'n wedstrijd dat het denk ik uh, in principe best wel dicht bij elkaar lag. Alleen wij waren niet bij machten om, hè, om daarin uh, een stukje strijd en uh, dan maar hè, op die manier. Daar, daar zijn zij wel uh, heel erg vast in. Ja, want eigenlijk hoorde ik je ook een heel klein beetje zeggen dat het uh, voetballend gezien wel oké okay was vandaag... Uh, ik denk dat we beter gevoetbald hebben dan de afgelopen wedstrijden, ja. Ik denk ook dat we als organisatie beter stonden. Dat denk ik wel. Alleen nogmaals, ook wat bij de meeste mensen zal overheersen... is dat je gewoon verliest en, en, uh, en, en bijna geen kans hebt gecreëerd. Dat is de realiteit. Ik kijk ook altijd naar de andere kant. We hebben, we hebben relatief weinig weggegeven tegen echt een hele goede ploeg. Zij waren super, super functioneel. Hè? Voor eens dus twee goals, of uh, ja, volgens mij twee ballen het goal. Ja, dat, daar zit hem ook verschil in, hè? waarom... Uh, wij net iets meer nodig hebben. Ja. De wedstrijd wordt wel een beetje ontsierd door onder andere de uh, oerwoudgeluiden bij het doelpunt van Broby. Vervolgens in de tweede helft die vuurwerkbom. Uh, hoe beleef jij dat soort dingen langs de kant? Ja, zoals een ieder. Zoals een ieder. Ik denk dat, uh, dat, dat, dat 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 soort dingen niet, uh, ja, maar dat weet ik al jarenlang, niet hoort. En, uh, en ik heb tegen collega's van jou ook gezegd. Ja, met name. Uh, we zijn met z'n allen erover uit dat stierenvechten niet meer van deze tijd is. De publiek vermaak op die manier. Roken is niet meer van deze tijd. Dat laten we ook zien middels reclames. En, uh, en oerwoudgeluiden ja, dat is, ook, is, ook, is ook niet meer van deze tijd. Die tijd is geweest. We zijn allemaal ontwikkeld. We hebben allemaal kennissen in vrienden, in, in verschillende bevolkingsgroepen, verschillende culturen, verschillende geloven. Het is niet meer van deze tijd, weet je. Dus ja, maar ik, ik ben niet degene die daarover gaat. Uh, ik kan hooguit mijn mening geven over dit. En uh, straffen en, en mensen. Um, en, en handhaven van, uh, van, van die straffen. Dat, dat ligt niet bij mij. Nee. Conclusie is wel na vandaag. Uh, twee punten uit de eerste uh, vier duels. Tijd om die ja, matige seizoenstart. weg te spoelen in Sittard? Um, het is gewoon een slechte seizoenstart. Dat, dat kan ik niet uh, ontkennen. Het zou raar zijn als ik dat doe. Uh, heb ik vandaag. Een positiever gevoel eraan overgehouden de komende wedstrijden waar het, waar het zal moeten en dat geeft ook weer een bepaalde druk. Ja, absoluut. Na Emmers had ik, uh, moet ik eerlijk zeggen, was ik, ja, had ik het gevoel van: jeetje, wat moet ik beter doen? Wat kunnen we beter doen met z'n allen? En na nou, vandaag, uh, en dan zijn vier wedstrijden onderweg, uh, dan kunnen we het misschien een, een nieuwe start noemen. Of, uh, uh, en dat geeft wel wat, hope, wat meer hoop dan de, dan de laatste wedstrijd tegen Emmen. Zo eerlijk moet ik ook zijn. Ik heb vandaag wel een ploeg gezien dat als ploeg speelde, dat bereid was, maar uh, tegen een ploeg wat gewoon een maatje te groot is. Zo simpel is het.